Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. En vandaag gaan we de meest gestelde vraag eindelijk beantwoorden op ons kanaal. Welk vuurwerk moet ik kopen in België? Nou, dat gaan we dus niet vertellen, maar we kunnen wel onze eigen mening geven wat wij nou het allerbeste vuurwerk uit België vinden. Zoals jullie misschien achter mij kunnen zien, hebben we laatst een goed feestje gehad. Maar ja, jongens, we gaan toch nog eventjes deze video voor jullie opnemen. Het wordt een best lange, zoals jullie wellicht hebben kunnen zien. Dat komt namelijk omdat we best wel veel goede producten hebben. Voordat je deze video gaat kijken, zorg eventjes dat je deze video meteen liked en ons abonneert. We hebben namelijk alle producten opgedeeld in bepaalde categorieën. Dan hebben we de vuurpijlen. Nou, daar hebben we ook een stuk of 13, 14 goede vuurpijlenpakketten voor jullie, die wij heel erg goed vinden. Fonteinen hebben we dan, de Thunderkings, knallers hebben we nog, cakes en uiteindelijk nog overig vuurwerk. Oké, jongens, dan beginnen we met de pijlen. Nu moet ik zeggen, we hebben niet echt op de prijzen gelet. Oftewel, vorig jaar kon je ze natuurlijk veel goedkoper kopen. Als jullie deze producten gewoon onthouden, wie weet zijn ze de volgende keer in de aanbieding en kan je ze voor een leuke prijs kopen. Beginnen met de Alpha Rockets. Dit zijn 10 dikke bolpijlen van 2 inch. 50 tot 75 gram bevatten ze. Ja, je hebt ook de 2,5 inch varianten van. Die zijn echt een stuk groter. Maar deze die knallen net even iets lager en hebben een veel breder effect. Mijn favoriete vuurpijlen. Holy shit, hé. Nou, ben benieuwd. Zo, je krijgt het niet eens op camera. Met red tips ook nog deze, hè? Je krijgt het niet eens op camera hoe breed dat effect is. Ja, daar moet je bij zijn, jongens. Vervolgens gaan we dan ook een stapje kleiner en dat zijn dan de 1,5 inch bolpijlen. Er zitten 10 stuks in een verpakking, nou voor 30, 35 euro. En het voordeel van deze pijlen is dat ze helemaal niet zo hoog knallen. Dus het effect is echt ontzettend breed. Super goede pijlen, komen ze aan. Dan hebben we van Zena de Chimanga Karakara. Deze waren een aantal jaar geleden waren ze nieuw. En zoals jullie kunnen zien zit maar 20 gram in. Dat lijkt heel erg weinig. Maar ja, jongens, het is wel luipaarsvuurwerk. En zoals jullie zometeen op de video's kunnen zien, zegt dat niet heel veel over het product. En zijn ze nog best wel goed. Zo, voor 18 gram, dat zijn goede dingen. Next. Ja, het zijn gewoon mooie pijltjes. Ik vond die eerste wel vet trouwens. Mooie brocade crown. Zie je dat in het midden nog zo'n klein watervalletje er is? Ja, blijft ook lang hangen, hè? Ja. Oh, nog eentje. Deze is wel gaaf. Ja. God.
Vervolgens hebben we dan het kleinere boertje van de Chimanga Karakara. En dat is dan de Burberry Falcon. Zitten er ook 6 stuks in van 18,4 gram. En deze zijn ongeveer een beetje vergelijkbaar, maar zijn net iets goedkoper. 20 gram. Dat is wel dik. Zo, knalt ook wel lekker. Heel bestaat. Zou ik er eentje wat schuiner zetten? Dat is toch vet toch? Nou, een heel klein beetje maar. Oh, een klein beetje. Mag geen naam, hè? Bijna wenkbrauw eruit. Echt, hè? Zo, die is bijna hetzelfde als, hoe heet dat? Die van die 18 gram is, alleen het brocade crown effect blijft gewoon veel langer hangen. En je hebt hier nog zilveren tips bij. Oh. Ik wou hem bijna in mijn schoenveten drukken. Mooi fel, joh. Dan gaan we nu door naar de eerste knalpijlen van deze serie. Dat zijn de saluutraketten van Zena. Voor een kleine 20 euro heb je best wel goede saluutpijlen. En het leuke van deze pijlen is dat ze ook nog eens een knetterstaart geven als ze omhoog gaan. Met best wel een leuk effect. Deze gaat wel lekker. Heeft nog een beetje een soort swirl effect. Maar het leuke is van deze pijlen, jongens, ze zijn gewoon net zo goed als op de productievideo. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Ik zal nu even twee tegelijkertijd proberen. Hoppa. Oh, mooi. Zo. Goed, jongen. Deze, nou, jongen. Deze gaan echt hard, jongen. 20 euro 5 pijlen, hoppakee. Dus dat was leuk, 3 tegelijkertijd. Ja. Ja, ik knal het nog een tijdje lekker, jongens. Vervolgens hebben we dan de Zink 906. Velen van jullie weten eigenlijk helemaal niet dat ze bestaan. Oftewel, de Zink 905 zijn natuurlijk de meest bekende vuurpijlen die je kan kopen. Maar het leuke is van deze Zink 906 is dat... normaal heb je de blinker variant dan van de 905. Maar dit is dus eigenlijk gewoon een blinker variant in de kleuren wit en rood. Maar hier zit ook nog eens een keer een titanium tail aan of titanium staart. Wat best wel een leuke toevoeging is. Dus in vergelijking met de 905 zou ik altijd voor de 906 gaan. Proficeer. Deze geeft ook een hele mooie tail dat hij omhoog gaat. Jongen. Zo, je ziet ze gewoon naast je neervallen, man. Heb ik bij die 905 nog niet gezien, hoor. Nee, niet zo in ieder geval. Maar ze komen ook niet zo heel hoog, hè. Blijf mooi lekker laag. Is dit gelijk? Ja, ik heb een beetje slechte aansteken, dus ik ga het proberen. Ja, misschien even deze kant. Ik mag geen aansteken. Ja. En weer tot de grond ook. Ja, echt, deze zijn by far. Is echt heel goed, hoor. Veel beter dan 905, vind ik. Zo. Vervolgens hebben we dan de Lizard Buzzard pijlen. Dat is eigenlijk ook weer een beetje de grotere variant van de Chimanga Karakara en de Burberry Falcon. Maar deze pijlen, jongens, hebben geen 20 gram, ze geen 18,4 gram, maar deze hebben gewoon 40 gram. Ja, en dat is wel duidelijk te zien, want deze effecten op een windstille dag komen gewoon echt letterlijk tot weer aan de grond. Super vette pijlen. Betaal je natuurlijk wel iets meer voor dan de andere twee, maar ja, jongens, het is het geld wel echt waard. Deze dubbele zelfs. Ja. Goeie beurs zat er al, hè? Ja. En als jullie misschien afvragen waarom ik nu aan het aansteken ben met deze, die andere was leeg. Echt supergoed voor de eerste al, hè? Er zit ook een goede stijglading achter. Vet, hoor.
Vervolgens hebben we dan de Kometenshower van Funke, 32 gram. En we hebben ze laatst ook weer een keertje getest. En ik was helemaal vergeten weer dat er een soort cracklingstaart aan zat. Ik vind het hele leuke pijlen. Helemaal voor de prijs valt het op zich nog wel mee. De effecten zijn ook lekker breed. En daarom staat hij ook in deze lijst. Komt ja jongens, de Kometenshower van Funke vuurwerk. Okay, dit zijn de rode. Zo. Die is wel vet met crackling. Er is nog weer een rode. En een blauwe. Die is blauw. Die blauw is dik, hè? Mooie staarten eraan. En dan als laatste de twee groene. Komt hij aan. Dan hebben we ook nog wat budget pijlenpakketjes erin verwerkt, zoals de Moon Travelers. Ja, budget 4,50 euro volgens mij voor 20 stuks kosten deze. Het zijn dus pijltjes met een zilverstaartje en een klein knalletje. Maar ja jongens, voor 4, 5 euro kan je hier helemaal niks van zeggen. Hartstikke leuk om weg te stoken en vandaar dat die er ook in staat. Komen ze aan jongens, de Moon Travelers van de Pyre Shop. Knalletje bij, hè? Leuk spel. Ik ben best wel lachen, ja. Twee tegelijk? Nou, helemaal voor 4,50 euro. Dit lontje zit wel heel erg schuin, moet ik zeggen. Ik weet niet of deze gaat, maar... Vervolgens hebben we ook nog de Spanish Rockets. En zoals jullie kunnen zien hebben ze dus een gekleurde dop. En dit geeft ook wel een beetje aan wat voor een effect deze pijlen gaan hebben. Ze kosten 12 euro ongeveer. En ik had eerlijk gezegd verwacht dat het knalpijlen waren. Maar ja, het blijken dus gewoon pijlen met een best wel harde knal en een goed siereffect te zijn. Heel erg leuke pijltjes. Komen ze aan de Spanish Rockets. Aan. Die zijn wel leuk. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat het knalpijlen waren, of niet? Het was dus de rode dop met een rood effect. En nu de zwarte. Van een zwarte effect. Hè? Oh, multicolor. Valt mij. En ook nog de groene. Er zitten wel verschillende effectjes in, volgens mij. Best wel leuk. Leuk gedaan. Gele. En als laatste bij de serie pijlen jongens hebben we dan de Rakettenblitz. Dit is best wel een goedkoop pakketje. Meestal heb je hem altijd wel in de aanbieding voor 7 à 8 euro. En ik dacht altijd dat het een soort ploppijltjes waren. Maar wat blijkt nou? Het zijn dus gewoon pijltjes met een leuk siereffectje. En nog een best wel goede knal voor het geld wat je ervoor betaalt. Kom eens aan van Zena jongens de Rakettenblitz. Oh. Gaat de tweede. Een klein effectje. Voor het geld, jongens, vind ik dit altijd wel leuke dingetjes. Het knalt tenminste nog. Er zit in ieder geval geen plopje aan. Oké, jongens, dan gaan we nu door naar de fonteinen. Ja, kijk, persoonlijk vind ik fonteinen echt super gaaf. Vandaar dat er ook redelijk wat in staan. Zoals de Thorfonteinen, dat is de eerste waar we mee gaan beginnen. Die heb ik eventjes in één categorie gevakt. Je hebt dus 5 verschillende soorten. Je hebt dus de Katla, de Hekla, de Elburg, de Helgafell en de Bardabunga. Deze kan je bij Zena kopen voor 6,50 euro. En jongens, deze fonteinen hebben ongeveer 120 gram per stuk. En helemaal de Katla-fontein met al die blauwe sterren en de Helgafell met hele mooie brocade-effecten vind ik heel erg vet. Dus wat we nu eventjes gaan doen, we gaan eventjes elke fontein heel kort laten zien, zodat jullie een beetje idee hebben hoe ze eruit zien. We beginnen met de Katla blauwe sterren. Kijk. Zo. Is die Helgafell? Ik ben benieuwd.
Zo, die is vet, hè? Nu apart. Elo Borg heet die. De Red Scar Silver Chrysanthium. Dus dit is degene met knetter. Oh, dat is wel dik. Heel apart. Hele zachte knetter. Ja. De volgende is de Hecla. Violet with yellow scars and green strobe. Purple with violet. Zo. Vervolgens heb je dan de Geyser Calibre C van Funke. Nou, dit is eigenlijk eerst een soort van Bengaals vuurtje. Dus je hebt ze in de kleuren blauw, rood en groen. Met vervolgens een enorme knetterwolk. Want als je dat niet verwacht, dan is het best wel een leuke verrassing. Ze zijn niet al te duur. Maar ja, het is eigenlijk gewoon een gekleurd vlammetje wat je ziet. Maar de finale is wel heel erg leuk. Oftewel, nou, als je bijvoorbeeld buren hebt die er niks van weten. Die schrikken zich natuurlijk helemaal kapot. Jongens, komen ze aan de Geyser Calibre C. Laten we beginnen met de blauwe. Kijk hoe stel die vlam is. Wel oppassen, hier niet te dichtbij. Toen. Goeie. Ja. Diep blauw. Dan hebben we hier de Cuban Crocodile. Deze fontein duurt echt ontzettend lang. Vorig jaar was die nieuw bij Zena. Er zit echt veel kracht achter. En ik weet nog wel, toen we deze afstaken voor de eerste keer, dat we echt dachten, het is net een straaljaagmotor wat er hoort. Je betaalt er wel iets meer voor, maar hij duurt erg lang. Erg hoog komt hij ook. En het is echt wel een heel vet ding. Komt hij aan, de Cuban Crocodile. Vervolgens hebben we dan de Shock Fountain. Nou, deze was nieuw. Deze hebben we bij de Pyroshop gehad. Hij was 8 euro per stuk. En als je de meerdere haalt, dan krijg je natuurlijk een beetje korting. Maar het mooie is van deze, is dat het echt een ontzettend grote knetterwolk geeft. Echt niet normaal. Je kan het een beetje vergelijken met de Funke Crackling Crackers die je vroeger al bij Zena had. Die heb ik niet meer gezien. Vandaar dat ze ook niet meer in deze lijst staan. Hij heeft 50 gram kruid. En het is echt, je moet hier echt wel een paar meter van afstaan. Want anders heb je gewoon die knetter helemaal in je gezicht. Komt hij aan, jongens, de Shock Fountain. Vervolgens hebben we dan de Titanium Fountain. Nou, hetzelfde als die Shock Fountain heeft het ook gewoon een knetteren effect. Eigenlijk het soort vanzelfde effect als de Shock Fountain, maar gewoon net even iets kleiner. Nog steeds wel heel erg mooi. En voor een paar euro, zoals jullie kunnen zien, 4 euro voor 4 stuks. Ja, is het altijd wel heel erg leuk om te hebben. En zou ik die zeker meenemen, want het effect komt nog erg breed over. En als laatste hebben we dan de zinkfontein. Nou, deze zijn echt niet normaal goed, jongens. 250 gram. Mijn favoriete is de zilveren met de, ja, toch een roze sterren. Toch wel een aparte kleur in vuurwerk. 250 gram kruid. Je betaalt natuurlijk wel wat meer ervoor voor die kwaliteit. Maar wij hebben ze elk jaar nog gehad. Komt ja, jongens, de zinkfontein.
Dan nu de volgende categorie, jongens. Dat zijn dan de Thunder Kings. Ja, weet je, ik heb hier maar een paar van ingezet. Omdat je natuurlijk in België nog steeds allemaal die boxen kan kopen van 40, 50 stuks. Waar je voor een best wel goedkoop bedrag redelijk veel Thunder Kings hebt. Maar ja, we hebben er toch een paar opgeschreven die, laten we zeggen, veel indruk hebben achtergelaten bij ons. De eerste is de Titanium Thunder van de Pyroshop. Nou, de laatste keer dat wij bij de Pyroshop waren, had je volgens mij 4 dozen voor 10 euro. Deze Thunder Kings zijn best wel groot en geven echt een enorm harde saluut. En voor het geld valt het echt ontzettend mee. Dus ja, dit is wel echt een aanrader. Huh? Nou ja, in ieder geval. Ben heel erg benieuwd. Oh ja. Vervolgens hebben we dan de Dum Bum Triple Thunder King van de Pyroshop. Zitten er 5 in een verpakking van 3 shots. Dus je hebt dus een Triple Thunder King, zitten er 5 van in een verpakking. We hebben natuurlijk ook de 30 mm variant ervan, zoals jullie wellicht kennen. Die is echt een stuk groter, ook een stuk duurder. Maar we hebben ze eventjes naast elkaar gezet. We hebben ze naast elkaar afgestoken laatst. En we komen toch wel echt tot de conclusie dat die Triple Thunder Kings toch bijna wel net zo goed zijn als die van 30 mm. Vandaar dat we die van 30 mm er niet in hebben zitten. Dus jongens, komen ze aan de Dum Bum Triple Thunder King. Ja. Je moet nog wel harder gaan. Vervolgens hebben we dan ook nog van Dum Bum de normale single shots. Deze zitten per 10 volgens mij in een verpakking. En het leuke van deze Thunder Kings, ze zijn niet heel duur, maar die geven best wel een goede mine. Een zilveren mine met een best wel harde saluutknal. Je kan de knal ongeveer vergelijken hetzelfde als de Triple Thunder King, maar ja, dan zijn het singles. Vervolgens hebben we dan ook nog de Karaska Thunder King van Knalgoed. Dit is de enige Thunder King met sier. We hebben natuurlijk ook wel die limited edition van Classic en zo, die je bijvoorbeeld bij HQ Fireworks kan kopen. Maar ik vind toch wel dat die knal en het effect en de mine, dat toch wel een beetje tegenvalt. Dus als je nou een Thunder King met sier effect zoekt, dan vind ik de Karaska Thunder Kings van Knalgoed vind ik het allerbeste. Dan gaan we nu door naar de volgende categorie. En dat is toch wel de categorie waar jullie het meest geïnteresseerd in zijn. Maar daar we toch de minste producten in hebben, omdat je natuurlijk P1 vuurwerk niet meer kan krijgen in België. De Widowmaker Classic. Ja, kijk, dit is echt een ontzettend goedkope knaller. Deze kan je nog steeds volgens mij gewoon kopen voor 1,50 euro. Het nadeel is wel dat er veel weigeraars tussen zitten. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Het is dan ook best wel aan te raden dat je ze niet weggooit, maar dat je ze bijvoorbeeld op de grond zet en vervolgens dan aansteekt of strijkt. Want anders valt die strijkkop er gewoon uit en dan falen ze gewoon. Maar ondanks dat er redelijk wat falen, gaan ze nog best wel hard. En voor het geld, jongens, kan je niks van zeggen. Dan hebben we een heel klein knalletje ertussen zitten. Dat is de Dum Bum F2. Kost ook helemaal niet veel geld, maar het voordeel van die Dum Bum F2 is dat het omhulsel best wel sterk is. Vandaar dat de knal best wel goed is voor het formaat. Het is echt een heel klein knalletje, het is ongeveer zo groot, maar voor het formaat gaan ze best wel goed. Nou! Jawel, ik hoor het verschil wel. Heel klein beetje. Ja, oké, dat hoor je wel. Vervolgens hebben we dan het knalpakket van HQ Fireworks. En volgens mij, deze kan je ook gewoon bij loodsvuurwerk krijgen. Het kost 15 euro en er zitten best wel leuke producten in. Zoals een klein vlindertje wat ook nog een cracklingwolkje erbij geeft. En allerlei kleine matjes en kleine spul. Best wel leuk, ben je nog wel even zoet mee om dat allemaal af te steken. Dus voor 15 euro valt het nog best wel mee. Dan hebben we vervolgens de Piano 3000. Deze kan je kopen bij de Pyroshop. En dit is echt nog een ouderwetse, nou, qua kwaliteit echt nog een ouderwetse. Ja, ik wou zeggen een gedeelte van een 100.000 klapper, want dat is het eigenlijk ook gewoon. Het is eigenlijk gewoon een gedeelte van een 100.000 klapper gewoon gewoon verkleind, laat ik het zo zeggen. Er zitten grote knallers tussen en kleintjes. En dit geeft echt een heel mooi rood tapijt. Dus het is altijd wel leuk om met oudjesdag die af te steken. En jongens, het kost helemaal niks. Nou, helemaal niks. Een paar euro volgens mij. Maar jongens, altijd wel leuk om het bij te hebben. Zo, die ging lekker, hè?
Mooie snippers. Ja, we hebben natuurlijk meerdere matten. We hebben bijna elk matje in België al wel een keer getest. En dan heb ik er eentje van tussen gezet. En dat is de 0,2 inch Celebration Cracker van Zena. Deze heb je vaak ook in de LVC-actie. Dat je er twee hebt voor, wat is het, een euro of 6, 7. Je hebt ook nog een keer de 0,3 inch varianten van. Maar deze zijn kleiner en deze mat is ook gewoon langer. Het leuke van deze mat is, hij gaat best wel hard en ontzettend snel. En dat gaan jullie nu zien. Bij de volgende categorie, jongens, gaan we de cakes behandelen. Ja, kijk, we hebben wel een beetje de wat duurdere cakes hebben we voor jullie neergezet. Ook wel wat goedkoper hoor, maar het is meestal zo, mocht je nou ooit een keer naar België gaan, dan moet je toch een beetje kijken wat er op het moment in de aanbieding is. Zena heeft bijvoorbeeld altijd hele goede aanbiedingen, dat je echt voor een paar euro een best wel goed potje kan krijgen. Maar laten we beginnen bij het eerste product en dat zijn de Funke cake assortimenten van 20 schoten, 500 gram. Echt jongens, de effecten die komen helemaal tot aan de grond. Komt ie aan. Ja. Blijf mooi lang hangen. Kijk dan joh. Die staat kan bijna op de grond joh. Grond, joh. Finale. Oh joh, hier, voor. Vervolgens hebben we dan de grotere variant, dat zijn de Funke 25 shots collectie. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als die van 20 schoten, ook 500 gram, net even een maatje groter. Ik vind het altijd topproducten, hier komen even wat beelden. Dit is de Weisseblinker Dalian, deze is van Funke. Ram. Vervolgens hebben we dan een enorme cakebox. Dat is de next level van 212 schoten. 30 mm, het is echt een best wel duur ding ook. Maar jongens, als je bijvoorbeeld om 12 uur dat ding voor aan de straat zet en het is een mooie windstille avond, nou dan ga je echt wel de show stelen. Vervolgens mijn favoriete waaier, de Out of Control. Het is een 100 shots waaiercake. 2 kilo aan kruid, het is verdeeld in 4 delen. 30 mm, nou echt een ontzettend mooie waaier en die gaan jullie nu zien. Dan hebben we ook nog natuurlijk wat kleinere en wat goedkopere potjes zoals de Titanium Clouds. Echt een ontzettend klein potje van maar 7 schoten. Maar jongens, die knallen zijn echt ontzettend goed. Het is echt ontzettend hard klein potje. Vandaar dat die ook op de lijst staat. Jongens, komt ie aan de Titanium Clouds. Iron Shop, komt ie aan. Over de valt niet om. Vervolgens hebben we dan ook de Descarga Trueno en dit is ook een knalpotje met saluut. Maar het verschil ten opzichte van de vorige is dat deze in één keer leeg knalt. Ik hou er altijd wel van, ook leuk voor de afwisseling dat je een keer wat ram dingen erin hebt. Dan gaan we nu weer naar wat siervuurwerk zoals de 1,2 inch Shell van de Pyroshop. Gouden mine met gouden brede effecten, vooral brede effecten en dat vind ik wel heel erg mooi. Gouden brede effecten. Vervolgens hebben we dan nog een gouden cake om het zo maar te zeggen van 100 schoten en dat is de Golden Blaster. We hebben deze een keer 4 geschoten en het is een blok met echt een goed tempo eraan. Het is echt gewoon dat het achter elkaar maar doorschiet met een gouden mine en een gouden effect. Heel erg mooi om te hebben, komt hij aan de 100 shots Golden Blaster. Ja, kom maar. 2 keer.
Vervolgens hebben we dan de Golden Future. Deze kan je bijvoorbeeld kopen bij Schlumberger of Loods Vuurwerk. Iets goedkoper natuurlijk dan de andere, maar ook nog steeds een goud effect. Jullie hebben inmiddels wel door dat wij heel erg van gouden effecten houden. Dit is volgens mij Brocade Crown. Heel leuk potje, niet al te duur. Zeker een aanrader. Vervolgens hebben we dan de combi deal van Knalgoed. Dat is de Energizer en de Megatron. En jongens, moet je kijken, voor 20 euro heb je toch twee best wel goede cakes van 25 schoten. Ik vond ze in ieder geval best wel prima. Helemaal voor het geld, 10 euro per stuk. Dus jongens, komen ze aan. Vervolgens heb je nog de Old School Collection van Loads. 19 shots cake assortiment. Echt super goede potten zijn dat altijd. Ik vind het label trouwens ook heel erg mooi zoals jullie kunnen zien. Dus dat is ook sowieso altijd een aanrader. Denk je aan de Neon Maroon van Vuurwerk Mania. Die laatste was wel mooi. Een beetje denken aan Neon Maroon. Ja. Yeah. En als laatste jongens hebben we hier de Butterfly Flowers. 19 schoten, kleine 300 gram kruid. Deze kan je dus ook een assortimentspakket kopen. Maar los betaal je €29,50 ervoor. 19 schoten, we hebben al een keer wat andere cakesje van getest. Ze zijn echt hele goede cakes, voelen lekker zwaar aan. Maar voordat we deze gaan afsteken jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Komt ie aan, de Butterfly Flowers. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Mooie blauwe mijn ook. Dan hebben we vervolgens de Gunner Scream. Heel mooi fluitblok, dus het is een raw whistler met een klein effectje eraan. Je kon deze ook altijd in Nederland kopen, maar ja, jongens, zoals jullie weten, door het vuurwerkverbod zijn ze helaas niet meer te koop. Dus wil je nou de Gunner Scream nog krijgen, nou, dan moet je dus naar België. Dan gaan we nu naar de laatste categorie jongens, dat is overig. Nou ja, we hebben hier nog een paar producten ingezet die we niet in de andere categorieën konden plaatsen. Zoals bijvoorbeeld de Romeinse kaarsen van Knalgoed. En het verschil is dat dit zijn Romeinse kaarsen met een soort teal eraan of een blauw en rood effect. Net even iets anders. En ik vind het altijd wel leuk dat je toch nog die Romeinse kaarsen kan kopen. En ze geven net even een iets ander effect en voor die paar euro is het altijd leuk mee te nemen. Vervolgens hebben we dan de Giga Albatros en dat zijn best wel goede spinners. Deze kan je bij de Pyroshop kopen bijvoorbeeld. Er zitten er 4 stuks in de verpakking. En deze duren best wel lang en het leuke van deze spinners is ook nog dat ze aan het einde nog eens een keer een leuk effectje geven. Ja, ze hebben geen. Dan gaan we door naar een ander spinnetje, dat is de Rauchspurke Zwaarde van Zena. Je hebt dus weer 4 spinnetjes, maar deze keer gaan ze met een gekleurde rookstaart de lucht in. In de kleuren rood, groen, paars en blauw. Ik vind het altijd wel heel erg leuk. Heel erg leuk speel, de Rauchspur jongens, kom ze aan. Wat een leuk speel altijd. Dan hebben we hier 2 producten die we eventjes samenvoegen. Dat is dus de Tornado Wierbel en de Screaming UFO. Ze lijken heel erg op elkaar. De Tornado Wierbel is €7,50 voor 4 stuks. En de Screaming UFO 2 stuks voor €5. Het zijn dus gewoon best wel goede spinners die met een best wel goed geweld de lucht in spinnen. Jullie gaan ze nu zien jongens, de Tornado Wierbel en de Screaming UFO.
Vervolgens hebben we dan ook nog de laserballs. Het enige product eigenlijk nog wat je kan kopen in België. Of überhaupt in Nederland ook. Met een hummer effect. Dat zijn de laserballs. Kosten 2 euro per pakje. En je zoomen met een best goed hard geluid de lucht in. Hè? En hoog. De ene die gaat wel net even iets sneller dan de ander. Ik heb er nog 5 over. En die ga ik proberen allemaal tegelijkertijd te doen. Bam. En als laatste, jongens, hebben we dan de XXL knetterballen. Super grote knetterballen met een enorme wolk. Helemaal als je ze eventjes laat drogen, weet je wel, dat het kruid wat droger wordt. Dan gaan ze echt ontzettend goed. En daarom hebben we hem ook in de lijst staan. Altijd leuk voor de afwisseling, jongens, de knetterballen XXL. Zagen jullie ook dat er een beetje blauw tussen zat? Kan je dat zien op de Ja, video? Ik denk het wel, ja. Oké, jongens, dit waren dan alle producten die wij aanraden. Dit zijn onze favoriete producten uit België. Vond je dit nou een leuke, leerzame video? Zorg dan eventjes dat je liked, abonneert op ons kanaal, want er komen nog veel meer dikke video's aan. Jongens, ik zie jullie weer bij de volgende video.